Edwin, we zitten hier tussen de relieken van dat wat Enschede eigenlijk onwaarschijnlijk veel rijkdom heeft gebracht. Ja, ja. Twee generaties, daarna was het ook wel echt voorbij. Ja. Maar we zitten hier, ja, het is wel textiel gerelateerd volgens mij. Ja, klopt. Ja, ja, ja. Nou, dit is misschien wel aardig om te vertellen. Wij krijgen natuurlijk iedere week, krijg ik wel voorwerpen aangeboden. Ja. En het allervaakst, allermeest krijgen wij aangeboden. Getuigschriften, oorkondes van opa's is het meestal die overleden zijn. Of dat heeft nog een tijd bij iemand in huis gehangen, bij vaders in huis gehangen als aandenken aan opa. En dit zijn getuigschriften van dat mensen 25, 40 of zelfs 50 jaar in dienst waren geweest bij een fabriek. Ja, en dat was ongeacht wat zij in die fabriek deden. Ik bedoel, waar ze ook maar in die fabriek werkzaam waren. Ja, vaak maakten mensen wel een carrière in een fabriek. Dus ze waren gewoon in die tijd waren ze in dienst bij die fabriek. Ja. En 25 jaar, 30, 40, 50 jaar in dienst? 25, 40, 50. 25, 40, 50. Ja, dat was dat is waar wij de getuigschriften van hebben. Ja. En dat is het meest aangeboden object. Ja. Bij jou aan de balie als mensen zeggen, ik heb iets. Ja, ik heb nou iets bijzonders. Ik wil het eigenlijk niet meer. Ik heb nou iets bijzonders. Je hebt straks de doos gezien, we hebben er een aantal uitgehaald. Ja. Hoeveel heb je er van die dingen? Gewoon drie identieke van deze. Hè? Ja, 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 ja. En dat waren natuurlijk gewoon, zoals, toch even standaard, ja. Min of meer standaard dingen. Ik denk dat we 30, 40 hebben of zo. Ja, ja. Ja. Ja, en dat hadden er 300-400 kunnen zijn. Ja, absoluut. Ja, 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 ja. Maar dan, je hebt er een paar bijzondere, of nee, ja, ik weet ja, niet ik heb er bijzondere zijn. Ik heb er gewoon een paar uitgetrokken. Zo van, dan. Ze zijn allemaal, hè, dus de meeste van die oorkondes, hè, hier heb je meneer Lendrink. 40 jaar dienstverband. 40 jaar, met veel ijver heeft hij daar gewerkt. Plichtsbetrachting tot de bloei onzer NV, hè, daar ging het ook al om. Precies. Natuurlijk. En 1967, ja. 40 jaar, daar kun je rekenen wanneer hij in dienst is gekomen. Ja. En heel vaak zie je bij die oorkondes toch een leuk tekeningetje erbij. Of van de fabriek, of van iets wat met textielindustrie te maken heeft. Er was ook wel een soort trots, hè, op die fabriek dan. En op... Ja. Weten we hoe mensen dit nou in ontvangst namen? Was dat iets waar ze trots op waren? Absoluut. Ja? Apentrots. Echt? Ja. Ja. Oké. Okay. Apentrots. En men kreeg een oorkonde. Nou, dit is nogal aardig, hè, want dit is, als je dit goed herkent, dit is Schuttersveld. Ja, nog steeds, hè? Ja. Ja, dus de buitenmuren staan er nog. Ja. En dus dat is een leuke afbeelding, überhaupt al, natuurlijk. In die zin ook wel enige historische waarde, want laat ook zien hoe het er destijds uitzag. Maar men kreeg of een oorkonde en we kregen ook regelmatig dit soort borden aangeboden. Dat is gewoon echt een, dat is dan wel echt een handgeschilderd bord. Ja. En dit was, weten we waar dit voor was? Even kijken hoor. Ter herinnering aan uw diensttijd, dit was een soort afscheid dan, denk ik. Hè? Schuttersveld staat er ook bij. Ja, ja. Dus hier hebben wij er ook een flink aantal van, ook van verschillende fabrieken. Ja, er hangt hier een wand, hè, met een aantal van die borden. Allemaal van die borden en daar hangt eigenlijk bijna alles op. Dus het was nog even zoeken naar een exemplaar die ik hier kon laten zien. Ja, maar dat is echt een handgeschilderd Delfsblauw bord. Ja. Want in een aantal gevallen staat er ook nog bij opgeschilderd van nog een persoonlijke boodschap. Ja, ja en dit hing dan gewoon na pensionering bij mensen in de hal of in de kamer. Of, ja, precies. En zodat iedereen wist. Wist dat je daar zo lang gewerkt had. Ik zat net even naar deze te kijken. Ja. En deze is echt een beetje bruinig uitgeslagen. Ja, dit heeft gewoon heel lang ergens in een hal gehangen. Vroeger rookte men natuurlijk overal. Vroeger rookte men natuurlijk ook overal. Ja. He, dus het is niet zo raar dat ook veel dingen die wij krijgen, ook veel schilderijen die we aangeboden krijgen, die zijn helemaal bruin. Ja. Van al de rook die we eigenlijk gingen. Gewoon van hangen. Dus 1949, dat was 1976. 67. Ja, klopt. Ja, dit was wel echt de bloei onder onze neuf. De bloei onze onderneming, onze NV, dat was in die tijd wel eens een beetje voorbij natuurlijk. Dit is ook wel een aardige, hè? Dus een leuk plaatje met industrie. Art Deco eigenlijk, hè? Art Deco en ja, maar weet je wat ik hier zo tof van vind, Edwin? Is dat je hier ziet dat die industriële revolutie en die industrie, dat was echt vooruitgang. Ja. Dit straalt kracht en vooruitgang uit. Nu denken we lopende bandwerk, misschien toch ook wel een beetje uitbuiting van mensen en vooral heel veel luchtvervuiling. Vroeger was men trots op het teken van vooruitgang, de schoorsteen moet roken, hè, is al een uitdrukking. Maar hier lees je de trots aan af. Ja, absoluut. De kracht, hè, van die man en trots. Vooruitgang is rokende schoorsteen. En dit is Roosendaal.
Dit is hier van de fabriek waar wij. Dit is waar wij nu zijn. Ja, precies. Iemand die hier dus gewerkt heeft. Ja, maar even kijken hoor, want zie ik er verder. Ook wegens getrouwe plichtsbekrachtiging gedurende 25, en dat 25 is ingevuld, de rest is voorgedrukt. Ja. 25-jarig dienstverband. Ja. Handtekening van de directeur altijd onder, hè? Ja. 1952. Ja. Heb ik hier nog baas boven baas? Oh ja. Het is een oorkonde van een mevrouw, Maria Vennegoor Hulsink. En die heeft 50 jaar gewerkt. Een mevrouw die 50 jaar heeft gewerkt? Ja. Op zich ook wel opmerkelijk, denk ik dan. Is dat opmerkelijk? Vraag me af. Maar ik bedoel, vrouwen stonden achteraan rechtop, die werkte niet. Dit is in 1947. Ja, nee, waarschijnlijk was dat vrij bijzonder. Ja, er staat ook, mejuffrouw staat er hier. Hè? Ja. Niet mevrouw. Nooit getrouwd geweest. Ja. Dit was van de Koninklijke Oldenzaalse Stoomweverij, heeft zij gewerkt. Dus 50 jaar, 1947, dus 1897 begonnen. Ja, we leven echt in een andere tijd, hè? Ik bedoel, mensen die nog ergens 50 jaar in dienst zijn. Ik weet niet, hoe lang ben jij hier in dienst nu, Edwin? Sinds 2007. Ja. Dus dan ga je de 50 jaar niet meer halen. Dat ga ik absoluut niet halen. Nee, dat komt bijna niet meer voor. Dat komt niet meer voor. Ja, 25 is denk ik al een uitzondering. En die dingen die we hier hebben liggen van 40 en 50 jaar, ja, dat gaat niet meer gebeuren. Nee. Nou, dat hebben we bij deze volgens mij wel eens een beetje gedaan al, hè? Ja, precies. Nou, op naar, ik weet niet joh, wat zal ons dienstverband worden? Ik krijg geen oorkonde, daar geloof ik niks van. Misschien dat ik, ja, ik weet het niet of misschien dat ik wel een handbeschilderd word. Misschien toch wel, ja. Je ziet dat ze zelf eens in elkaar flansen. Mooi.